Goedenavond. Zo, even mezelf weer opzoeken. Kijken of ik te zien ben. Ongetwijfeld wel. Als mijn laptop tenminste wil meewerken. Even kijken waar ik ben. Nou, het zou leuk zijn als ik ook ergens te zien was. Nee. Nou, nog niet. Even opnieuw in de groep. Sta ik wel aan? Ik sta aan, hallo. Ja, jullie kunnen mij wel vinden, zie ik op mijn telefoon, maar ik zie mezelf niet op de laptop. Ah, hier ben ik. Gevonden. Nou, wil ik ook nog niet meewerken. Nou, het gaat echt heel erg goed vandaag. De computer denkt, het is Blue Monday en nou vergeet ik om de microfoon uit te zetten. Zal ik meteen even doen. En willen we nu helpen? Ja, jeetje. Hallo. Hij werkte echt voor geen millimeter mee. En nou kan ik ook de commentaren niet lezen. Nou goed, ik ben er. Hallo. Ik hoop dat de computer nog gaat meewerken. Zo niet, dan kan ik niet met jullie meelezen. Ik wil nog heel even proberen om er even uit en weer in te gaan. Kijken of dat dan wel lukt, want het is erg vervelend om niet mee te kunnen lezen. Kijk, ja. He. Zo, nou. Hallo. Leuk dat jullie er zijn. Het is echt Blue Monday met mijn computer, want die werkte niet helemaal mee. Maar ik ben er, ik zie mezelf en ik kan met jullie meelezen. Hallo. Vandaag. Ja, ik was gisteren echt een beetje van, oh jeetje, wat zou ik nou maken? Ik wist het gewoon echt even niet meer. Want het is best wel lastig om elke week iets te verzinnen, kan ik je vertellen. En je wil ook niet elke week in herhaling vallen. Hallo. Dus toen dacht ik, nou weet je, ik ga gewoon eens kijken met welk artikel ik ga werken. En wat heb ik in huis? Daar. Ik zeg tegen jullie ook altijd, kijk wat je in huis hebt. Dat heb ik ook tegen mezelf gezegd. En ik heb deze skirts in huis. Ik heb ook nog een rood. En ik dacht, ja, die zijn echt wel leuk. Het is gewoon vloeibare inkt. Met een soort poeder waar je water bij moet doen. En die je altijd eventjes moet schudden voordat je ze gebruikt. En je gebruikt hem eigenlijk als een soort waterverf. Maar het is inkt. En ja, je hebt echt hele mooie kleurtjes ervan. Dus ik denk, nou, dat is één. Daar kan ik wel wat mee. Verder is het zo dat ik had gehoopt dat vandaag... Dat ik weet dat Janine... Of Janine, dat de Hobby Vision die opgestuurd heeft afgelopen zaterdag. Een paar van de nieuwe bloemen van Elizabeth Craft Designs. Maar wat zul je altijd zien, GLS had bedacht om dat niet vandaag bij mij af te leveren, maar morgen. Dus ik ga nog heel even met een van de eerste collectie bloemen aan de slag. Dit zijn de Florals One van Elizabeth Craft Design van de Paper Flower Collection. Ik kom niet meer uit mijn woorden. Die vind ik nog steeds echt super leuk. Die heb ik echt al heel vaak gebruikt in allerlei projectjes. Ik vind die blaadjes ook heel leuk. Die heb ik ook al heel vaak gebruikt, ook op mijn herfstprojecten. Dus ik denk, nou weet je, dan pak ik die er gewoon bij. En stencils. Nou, deze was ik net kwijt. Ik was nog wat kwijt. En dat heb ik dus ook niet gevonden nog. Ik heb deze barok stencil had ik van Pronti nog liggen. En die was ik eerst kwijt, maar die vond ik net nog. En dit is ook van Pronti. En ik denk, ja, een van deze twee is misschien wel leuk om te gebruiken op het projectje. Want ik wil aan de slag met de crackle paste. Distress texture paste. Ik zie heel snel, Marieke, een vraag van jou voorbij komen. En weg is die. Het verschil tussen de Starburst zijn deze, en die heb je Flat Fabio, heb je ook, is dat die Flat Fabio wat matter is dan de Starburst. En verder heb ik nog niet echt verschillen ontdekt. Als iemand ze weet, dan roep het, maar ik ken geen ander verschil. Met de Magicals ook zo. De Starburst zijn wat schitterender, hè, stars, dan de Flat Fabio's. En Karin vraagt wat voor papier ik heb. Deze gebruikt. Ik zal het even laten zien, Karin. Dit vind ik heel fijn, hè? Dit is gewoon de watercolor papier, de 200 gram smooth. Die vind ik fijn voor bloemen. Maar je hebt natuurlijk ook foam. Dat kun je ook gebruiken. Het is alleen zo dat als ik in een journal werk,
Dan vind ik foam te dik. Dan wordt mijn journal echt helemaal gigantisch dik. Dus daar gebruik ik meestal het water, het aquarelpapier voor. Hè, want dat is het in het Nederlands. Dus daar heb ik deze mee gedaan. Even kijken. Wat nou ben ik natuurlijk helemaal kwijt. Ik heb geoefend, uiteraard heb ik geoefend. Zal ik even laten zien wat ik geoefend heb gisteren. Ik had al iets laten zien. Ik heb de crackles gebruikt door een... De paste heb ik gebruikt door een stencil. En vervolgens heb ik andere bloemetjes. Die had ik nog ergens liggen. En ik had nog wat knipvelletjes met blaadjes. En het ging mij vooral om de kleuren. Want ik heb de kleuren gebruikt... Van de Lindy's. En die heb ik nog een klein beetje aangevuld met een beetje Daniel Smith watercolor. Want ik vond hem niet oranje genoeg. Het is ook geen oranje. Het is goud. En ik heb de paars gebruikt. Ik vond het wel een vrolijke combinatie met het groen. Het is het groen. Op de achtergrond. En dan nog van alles daarbij. Nou dacht ik. Dit is een art journal bladzijde geworden. Hè, gisteren. Die gemaakt. Ik dacht, nou, ik kan twee dingen doen. Ik kan gewoon weer dezelfde kleuren, maar dan met deze bloemen gaan gebruiken. En dan heb ik andere blaadjes daarbij. Of ik kan gewoon een andere kleuren maken. En een blauw, wit met zilver of zo. En dan nog wat zwart erbij. Want zwart vind ik altijd wel een leuke accentkleur op dit soort dingen. En dan maak ik er een kaart van. Dus nou, laat ik het eigenlijk eventjes bij jullie. Zal ik het in paars, oranje, groen maken of zal ik het in blauw, wit en zilver maken? Ik hoor het graag. Even kijken. Oh god, dan heb ik mijn telefoon niet op niet storen gezet. Nou, dat gaat goed. Dan horen we af en toe eventjes een dingetje, denk ik. Want vandaag is op mijn werk gepubliceerd wie er allemaal mogen blijven en wie er zijn ontslagen. Dus je kan je voorstellen dat er veel gebeld en geappt wordt op het ogenblik. Even kijken. Nou, dit is de crackle paste en de Lindy's. Daar wilde ik eigenlijk mee aan de slag. We gaan voor Blue Monday, gaan we gewoon voor blauw. Goed? Dan kijken we wel wat het wordt. Ik heb twee kleuren blauw. Een beetje dat tiel, hè? Dat Looney Tooney tiel heet. Ze hebben altijd van die leuke namen van Lindy's. En de Banff Blue. Dus een beetje dat koningsblauw noem ik het altijd maar. En een beetje deze kleur. Twee kleuren blauw. En ik heb een beetje de neiging om deze te gebruiken. Blauw, blauw, blauw. Ik denk dat ik dat ook maar gewoon ga doen. Dan ga ik die andere Lindy's eventjes apart leggen. Dan pak ik de blauw. En dan, ja, wit kan gewoon wit blijven. En laat ik gewoon deze gaan gebruiken. Deze ronde. Zal ik die gebruiken? Deze. Ga ik eerst maar eens even de kaart snijden. Want dat is wel zo praktisch. Ik heb voor de kaart zelf... Deze eventjes opzij. Die heb ik zo meteen nodig. Ik ga heel even snijden. Dan zien jullie even wat flikkering van het licht. Dit is 300 grams Florence aquarel papier. Bijna karton. Maar ik vind dit wel heel erg fijn voor kaarten. Zo. Even kijken hoor. Wat handig is. Ik denk dat ik hem meestal doe ik dan... Nou, ik moet wel iets erop kwijt kunnen. Dus ik kan wel zeggen, ik maak hem 10 centimeter. Maar dan wordt het wel heel erg krapjes allemaal. Dus ik ga hem iets breder maken. Ik ga hem 12 centimeter maken. En dan wil ik hem ook echt wel een beetje hoger. Dus ik denk... Ik doe het even op gevoel, hè. Want het, voor mij hoeft het nooit... Helemaal pietje precies. Ik pas vanzelf wel de envelop erop aan. 20 centimeter is misschien wat ambitieus. 19, 18 centimeter is misschien precies goed. 19. Ik ga voor 19. Maak hem gewoon 12 bij 19. Totaal geen kaartenmaat. Maar dat geeft helemaal niks. Want of ik geef hem of ik doe hem in een andere envelop. Of ik maak een envelop. En ik zal straks aan de onderkant nog, zal ik hem nog matten. Ik ga hem nu, ik wil hem iets breder hebben, Karin, dan een slimline kaart. Omdat ik met bloemen ga werken. En anders dan wordt het wel heel erg weinig waar ik iets op kan doen, om het zo maar te zeggen. Dus dat vind ik lastig. Dus ik maak hem ietsje breder. Ik maak er gewoon een eigen maat van. Dat kunnen we natuurlijk ook gewoon lekker zelf bepalen. Ik begin eigenlijk met de crackle paste. En die ga ik dan met de heat tool ga ik die
drogen en dan crackelt hij. Dat doen niet veel crackle pastes, hè. Er zijn echt heel weinig crackle pastes die meteen drogen bij een heat tool. En dan moet ik er wel eerlijk bij zeggen dat als je dit een hele nacht laat drogen, dat je iets meer crackle of misschien wat bredere crackle krijgt. Maar ik vind hem eerlijk gezegd prima genoeg als ik hem met de heat tool doe. Dat is deze van Ranger. Die Distract Space doet dat. Ik weet dat die van Cosmic Shimmer dat ook doet. En voor de rest moet je het echt allemaal aan de lucht laten opdrogen. Ik ga heel even mijn craftmat eronder leggen. Voordat mijn werkzeil zeg maar vies wordt. Het glanst een klein beetje. Daar kan ik even niet heel veel aan veranderen. Zo. Ja, Ali, ik ben net begonnen. Ik kon mezelf niet vinden in het begin. Even kijken. Nou, dat is een mooi, het is een mooi glad, maar niet te dun goedje. En ik ga niet het hele blad doen. Ik ga delen doen, want ik wil straks ook nog wat kunnen stempelen. Dus ik ga gewoon delen bedekken met de pasta. Zo. Nou, dat is eigenlijk al genoeg. Deze kant terug. Kijk. Dat is eigenlijk al meer dan genoeg. Het is nu al leuk, hè? Ik leg deze heel even in het water. Ik heb vergeten te pakken, merk ik. We zullen ook meteen water pakken voor de rest. Zo. En dan ga ik deze drogen. En wat ik zei, dit kan gewoon met de... Ik zet dit even hier neer. Dat is mijn waterbakje voor zo meteen. En dit kan simpelweg gedroogd worden met een heat tool. En dan gaat het gewoon krakkelen. Krakkeleren. Ik zal proberen om hem zo omhoog te houden. Dat jullie dat ook goed kunnen zien. Maar dit is inderdaad wel een mooi stencil, hè. Van Pronti. Van Jolanda de Ronde is deze. Die heeft een aantal van die mooie stencils, een beetje een barokstijl. Ik hou daar echt ontzettend veel van. En bij die serie hoorde deze toen ook. En het geeft niet als mijn papier een klein beetje gaat krullen, want straks dan komt dat wel weer goed. En je heatool is in dit geval even je beste vriend, want die werkt gewoon met dit soort projecten. Kun je gewoon lekker doorwerken. En in dit geval geeft hij ook nog echte prikkeltjes. Hij begint goed te scheuren. Dat is voor jullie denk ik ietsje moeilijker te zien. Ik zal hem zo even omhoog houden. Kikker in mijn keel. Als je denkt, wat doet ze nou? Ik heb een beetje kikker in mijn keel. Ik heb eigenlijk even wat water moeten neerzetten. Maar goed, dat komt zo meteen wel weer. En waarom wil ik dat nou zo graag dat het een beetje krakeleert? Dat kan ik jullie misschien ook wel meteen vertellen. Als je straks met iets eroverheen gaat, of dat nou waterverf is, of dat nou een andere verf is, of in dit geval inkt. Dat gaat heel leuk tussen die groefjes zitten. Dan zie je het eigenlijk nog duidelijker. En dat effect vind ik gewoon persoonlijk heel erg leuk. En ja, wat ik zei, ik heb gewoon heel weinig geduld. Dus ik had echt zoiets van, oh, dat moet elke keer, dan moest ik dat op het laatst van de avond bijvoorbeeld doen. Als ik aan het knutselen was. En de volgende dag was het dan wel droog en zaten de krekkels in. Maar ik wil eigenlijk ook gewoon meteen door. Dus ik heb toen ooit een keer gedacht, nou, hè, dat niet bestaat, dat je gewoon met een heat tool wat kan drogen en klaar. Nou, het bestaat. Ongeduldige mensen zoals ik, hè. Kijk, ik hou hem ietsje omhoog. Ik weet niet of het goed te zien is, maar ik kan het wel heel erg goed zien. Het zijn echt overal, heb je nou van die scheurtjes, om het zo maar te zeggen. Ik hoop dat het een beetje te zien is, en anders dan misschien zo meteen met de kleuren erop. Want die kleur die ga ik er nu op aanbrengen. Oh Gerda, joh, ik ben net begonnen. Ik heb alleen nog maar het stencil en de crackle paste gedaan. Helemaal niks te laat.
Dan ga ik de squirt aanbrengen. Dan pak ik ook meteen even babydoekjes. Babydoekjes zijn ook altijd overal goed voor. In dit geval zijn van die toetenboeners. Echt ideaal. Krekkelen. Bea. Nou, ik ken ze niet allemaal. Ik zal eerlijk zeggen dat ik ze niet allemaal geprobeerd heb. Maar ik vind deze van Ranger heel fijn. En ik weet van Finnebear dat hij ook heel erg goed krekkelt. Om het zo maar te zeggen. Zit natuurlijk nu alweer op mijn handen. Zo. Een beetje erop. Dus ik heb, ja, het enige wat ik tot nu toe nog gebruikt heb, Shirley, is een stencil met die crackle paste. En nu ga ik de inkt aanbrengen, de squirt, zo heten ze, van Lindy's. Een beetje nat maken. En ook die ga ik niet, oh kijk, ja, nu kun je dat crackelen misschien wel al veel beter zien. Die gaan we nu aanbrengen. En dat ga ik ook niet overal doen. Ik ga wel een beetje spetteren zo meteen. Dat wel. Rihanna. Dat moet je dus niet doen. Nou, dit is voorlopig wel even genoeg. En dan ga ik nu een beetje spetteren met een waaierkwastje. Ja, dit is een mooie kleur, hè? Ik vind een beetje dat koningsblauw. En een beetje spetteren maakt altijd wel iets af, hè? In dit geval mijn achtergrond. Klein beetje erbij. En eigenlijk heb je zo al heel snel een mooie achtergrond. En ik vind altijd dat kleuren gewoon heel veel doen. Dat heb je er eigenlijk de helft al mee gewonnen. En dit is inderdaad, ik vind het ook echt een hele mooie kleur. Nou, water is ook meteen blauw. Babydoekje is hier weer goed voor. Het is wel inkt, hè? Dus het blijft even op je handen zitten. Maar ook dat komt goed. Dat gaat er vanzelf wel weer af. Ik zet even mijn water weg. Dan maak ik dit nog heel even droog. Dankjewel, Gerda. Ik denk dat ik in wat jullie nu delen, was ik nog in de veronderstelling dat ik het oranje-paars zou doen. En ik zal, als ik het bericht post, als het af is morgen, en ik heb het bij het daglicht een foto kunnen maken, zal ik ook nog wel even toevoegen wat ik nu heb gebruikt voor het blauw. Ik ben eigenlijk een beetje van gedachten veranderd qua kleuren. Maar dat zet ik er wel bij. Want eigenlijk is dit gewoon een andere kleurskleurt, om het zo maar te zeggen. Maar deze is ook heel erg mooi. En nogmaals, het is niet zo erg als hij een beetje opbolt. Dat komt zo meteen wel weer goed. Ik buig hem een klein beetje goed. Het komt goed. En dan ga ik hem weer ietsje omhoog houden. En kijken of jullie die crackles nu ietsje beter kunnen zien. Want het is echt heel gaaf. Het effect is echt super gaaf. Ik weet niet of het goed te zien is of dat ik hem te dichtbij hou. Er zit vertraging op de laptop, dus ik kan dat nooit helemaal goed zien. Dus ik laat hem heel even erin. Ik denk dat het wel te zien is, de crackles. Ja, dat is inderdaad het stencil, Astrid. Dat klopt. Die heb ik uiteindelijk gebruikt. Beetje in dubio welk ik zou gebruiken, want ik vind ze eigenlijk allebei heel erg mooi. Nou, dat is deze. Dan moet ik deze heel even apart leggen. Ik ga straks nog wel stempelen en dergelijke, maar dat komt. Ik leg hem heel eventjes hier neer. Dit is al echt heel erg gaaf. Dan de bloemen. De bloemen moeten natuurlijk ook blauw, wit en zilver. Blaadjes. En ik heb al het een en ander gestanst. En ik heb expres, wat ik normaal gesproken zou doen, dat kan ik misschien wel even vertellen, is een stuk waterkolorpapier pakken en het alvast kleuren met de kleur. Dan kan ik het daarna op laten drogen en stansen, dan heb ik eigenlijk meteen de kleur bloem. Alleen, ik dacht, dat is misschien in dit geval niet zo leuk, want ik wil eigenlijk de bloemen deels blauw maken.
En dus doe ik dat gewoon op deze manier anders. De bloemen even in elkaar zetten. En ik heb, wat ik dus kwijt was, dat wilde ik nog vertellen. Ik heb zo'n matje met van die bolpennen, waar ik die blaadjes mee bol kan maken. Maar denk je dat ik ze kon vinden? Nee. Dus ik moet het echt even improviseren met mijn handen. Want ik heb zo'n beetje elke doos die ik heb gehad. Ik kan serieus niet vinden waar ik die bolpennen en dat, nou ja, dat bloemenmaaksetje, om het zo maar te zeggen, heb neergelegd. En ik zal nog wat vertellen. Het is misschien dan wel grappig. Ik heb opgeruimd. En als je opgeruimd hebt, dan vind je nooit meer wat terug. Toen het nog niet opgeruimd was, wist ik precies waar het lag. En nu niet meer. Dus ja, ongetwijfeld dat ik hem morgen of overmorgen ineens zie ergens. Dat je denkt, oh mijn god, heb ik het daar neergelegd? Dus maar improviseren. Dat kan ik ook wel, dus dat gaan we gewoon doen. Ik ga ze gewoon een klein beetje ombuigen. Ja, dus daar heb ik dus net nog 5 minuten voordat ik live ging, was ik dat dus nog aan het zoeken. Ik dacht werkelijk waar. Ik heb ook echt niks anders even. Dat je denkt, nou, pak even wat anders om het mee te doen. Het geeft helemaal niks. We doen het gewoon met de handen. Niks mis mee. Een lepeltje, ja, dat kan ook. Maar dat is niet bol genoeg, denk ik. Ja. Dus ja, de boodschap is, als je opruimt, vind je nooit meer wat terug. Tenminste, dat heb ik dan. Dat is echt typisch iets voor mij. En ik wil ze in dit geval een beetje naar binnen vouwen. En misschien dat ik er zo meteen nog wel eentje naar buiten vouw. Maar het hoeft natuurlijk niet. Hè? Kan ze ook plat laten. Maar het is wel papier wat aardig mee buigt. Dus op zich is het geen ramp. Dus nou, hè? Ik heb opgeruimd. Kan meteen niks meer vinden. En zo. Dat is net als met papier. En dan, nee, we hebben, dus ik heb te veel papier. Ik zal waarschijnlijk niet de enige zijn die te veel papier heeft. En in de laatste ochtend, het lag echt overal lag wat papier. Ik werd er echt helemaal gallisch van. En uiteindelijk dacht ik, nou, ik moet echt zo'n koffertje hebben. Zo waar dat 30 bij 30 papier in past. Die waren vervolgens niet de voorraad. Dan heb ik nog gevraagd, zouden jullie die alsjeblieft bestellen? Dus heb ik nog een tijdje gewacht. En ja, dus nu heb ik ook zo'n koffertje. En hij is nog leeg, want nou denk ik, als ik dat allemaal ga opruimen, ben ik straks ook kwijt waar al mijn papier ligt. Ja, Karin, als je het niet nodig hebt, en dat gaat waarschijnlijk vandaag of morgen gebeuren, dan denk ik, of zo meteen nog of zo, weet je wel. Dan zul je altijd zien, dan vind je het. Je zit trouwens bij deze serie, zit ook heel leuk waar je de hartjes mee van kan maken. Maar ik ga in dit geval niet het hart, om het zo maar te zeggen, daarmee maken. Maar ik ga dat doen met die Cadence Artsy Stones. Vind die wel leuk. En ik heb ook nog aan gedacht, ik heb hier echt alles klaar liggen. Hè? Deze had ik gekocht van Hartveld. Met een mooie, nou, hoe heet dit? Ja, die stamens. Ik kan het wel in het Engels. Ik weet het Nederlands woord niet meer. Maar die hebben van die leuke veertjes en zo. Die vond ik op zich ook wel leuk. Maar ik denk, ja, dan moet ik overal weer gaatjes in maken. We doen het gewoon met die steentjes deze ronde. Oh, Yvonne, je bent helemaal niet te laat hoor. Meeldraden, ja, zie je. Dus, maar ik heb echt een hoofd als een zeef op het ogenblik. Ja. Als ik in de supermarkt ben ook, dan kom ik thuis. En ik wil heel weinig in de supermarkt, liefst niet. En als ik er dan eenmaal een keer ben, dan kom ik thuis. En denk ik, oh nee, dat vergeten. Och, Rihanna. Ik moet briefjes gaan maken. Ik ga ze wel eerst in elkaar zetten. En dan, dat doe ik normaal gesproken niet. Normaal gesproken geef ik ze eerst kleur en zet ze dan in elkaar. Maar ik ga dat nu op deze manier doen, omdat ik ze maar gedeeltelijk blauw wil hebben. Ik wil een beetje een mengelmoesje van blauw en wit. En misschien dat ik er nog wel een beetje zilver en bos ook op deze. Dan kijk ik zo meteen wel. Dat ga ik sowieso bij de bladeren doen. Want ik vind dat blauw-wit met zilver wel echt heel erg mooi. Dus ik dacht van nou, dat gaan we gewoon doen. Zo. En dit is ook wel, ik vind dit ook wel leuk om te doen hoor. Nou, en als dan van de week, ik hoop dan morgen die andere bloemen te ontvangen. Dan kunnen we daar weer mee experimenteren. En heel eerlijk gezegd, ik vind het niet zo'n hele leuke periode op het ogenblik. En ik ben wel toe aan wat kleurtjes en leuke bloemetjes. En dan denk ik, nou ja, het is nog geen lente. Kan me niks schelen. Ik ga er gewoon lekker mee aan de slag. Een beetje vrolijk worden mag ook, hè. En
Mijn man is zo lief, die koopt af en toe bijna wekelijks inmiddels een mooie bos bloemen, zodat het hier in huis ook een beetje gezelliger is. Dat doet wel goed. Dus ga gewoon door met de bloemen. Oh, Ria, nog een kastje erbij, ja. Ik heb geen aparte kamer waar ik dit... geen hobbykamer. Ik zit er nog steeds in de woonkamer. En nou, dat gaat allemaal op zich nog steeds prima. Nou, dit is gewoon een kwestie van lijmen. Zo. Ik denk dat ik er wel genoeg heb. En dan ga ik de rondjes, de steentjes erin doen. Dat ga ik even doen met die Liquitex Gel Medium. Ga ik dat erin plakken, om het zo maar te zeggen. Ja, eigenlijk, dat past ook best wel een kastje extra. Nou, we hebben zo'n hele grote buffetkast. En onderin is denk ik 9/10 van mij. Zo. Zo'n commode. Ja, zo'n oude commode is ook wel fijn op je kamer inderdaad. Ik ga eerst even wat steentjes eruit halen, denk ik. Zal ik dat op een andere manier doen? Ik zal eerst de gel medium erin doen, zodat het snel droogt of nou ook weer niet. Even ander soort hartjes maken, is ook wel eens ander wel leuk. Zo. Die bloem die ik nu gebruik, ik zal hem even erbij leggen. Dat is de Florals One van Elizabeth Craft Design. Van die Paper Flower Collection, waar nu ook heel veel nieuwe van uitkomen. Dit is nog de eerste. Die blijft ook leuk. Nou. Beetje pielen, maar dat is wel een heel leuk hartje altijd. Ja, Yvonne, heb jij dat ook? Ja. Aan de andere kant denk ik, ik vind het misschien ook wel iets gezelliger om in de woonkamer te zitten dan apart op een kamer boven. Zie ik mijn man ook nog eens. Ja, ik vind dit wel echt, en ik vind van die nieuwe serie ook een paar echt heel erg mooi, maar ik vind dit is ook echt wel een favorietje, die Florals One. Die heb ik echt al zo vaak gebruikt. Het is ook een hele praktische. Ik vind het ook wel grappig dat het verder niet echt een naam heeft of zo. Het is gewoon een bloem. Ik zag de live van Els afgelopen vrijdag. En die introduceerde de nieuwe collectie van die bloemen. En die zei ook zo, het heeft ook geen naam. Het is ook niet echt een zonnebloem of een roos of zo. Het is een bloem. Ik denk, ja, helemaal leuk. Waarom niet? Waarom niet? Zo. Deze mag daar. Kijk aan. En de laatste. Nou, dat is toch ook een leuk hartje. Ik vind het leuk. Mag daarin. In het water. En dit gaat heel even opdrogen. Nou, en ja, eigen kamer, jij ook. Dat kan je ook heel fijn vinden, ja. Heel rustig. Die bolletjes, die zijn echt heel erg leuk. Gebruik ze echt voor van alles. Misschien dat ik ze zo meteen ook nog wel op de kaart zelf ga gebruiken. Dat is ook wel erg leuk om te doen. Dit was die bloem. Die is echt heel erg mooi. En dan moet ik ze, denk ik, toch heel even drogen voordat ik gewoon ga kleuren. En dan wil ik het hart van de bloem. Blauw maken. En dan gaan we gewoon kijken of dat mooi is. Of dat het mooier is om wat meer dan alleen het hart blauw te maken. Maar dat is juist wel leuk van zo'n proces. Als je bezig bent, dan kom je op allerlei ideetjes. Dan denk je van, nou, ik vind dit mooier of ik vind dat mooier. Maar in principe probeer ik nu in eerste instantie alleen het hart te doen. En dan ook in de kleur blauw natuurlijk.
Oh ja, Erika, heeft ze de keukentafel in beslag genomen? Ik heb een aparte campingtafel neergezet voor mijn zoontje. En mijn dochter die zit boven op haar eigen kamer aan het bureau te werken. We hebben eentje boven en eentje beneden, want het kan niet in één kamer. Want het is continu online en een hoop geklets. Dus ja, dat gaat allemaal door elkaar heen op anders. Dus we hebben dan een soort van oplossing gevonden door eentje boven, eentje beneden. En die beneden die zit dan aan... aan een campingtafel. Dat had ik in het voorjaar ook zo. En dat was eigenlijk wel heel erg goed bevallen. Ik denk, ja, waarom niet? Het werkt. Nou, ik kijk zo wel even of er nog meer blauw moet. Maar voor nu maak ik even de hartjes blauw. Want die bolletjes waar ik nu mee werk, die kun je ook heel goed kleuren met eigenlijk van alles. Die pakken kleuren erg goed, dat spul waar het van gemaakt is. Nou, zo. Nog een beetje inkt. Een mooie kleur is het. Artsy Stones zijn dit, van Cadence. Oh, hij zit niet heel erg goed vastgelijnd. En die Artsy Stones, ja, dat zijn eigenlijk een beetje, ik vind het bijna kleine gipsachtige balletjes. Maar ze zijn echt heel erg leuk, ook als decoratie. Dat zal ik misschien straks wel even laten zien. Op je kaart rond de bloemen, om het zo maar te zeggen. Kan je het heel erg goed gebruiken. Ik ga het heel even zo laten. Dan kijk ik zo of er nog meer op moet. Nou, dan moet er natuurlijk nog eventjes zilver bij. Nou, op dit moment heb ik bedacht om dat met de bladeren te doen. En even te kijken of het nodig is om de bloemen nog meer kleur te geven. Ik denk het haast van niet, want we krijgen ook nog de bladeren eromheen. En misschien dat ik nog wat sisal ertussen doe of iets dergelijks. Maar ik denk dat ik het hier even bij laat voor wat betreft de bloemen. En dat is wel heel erg mooi zo met het blauwe hart. Zo, dat zijn die. Dan even een blaadje, een kladblaadje. Dat had ik hier liggen, wou ik zeggen. Toch heel even weghalen voordat ik van alles erin dompel. Ik ken mezelf inmiddels langer dan vandaag. Ik heb zilveren... embossing powder, metallic silver. En natuurlijk de Versa Mark. Om dat mee te doen. Even de bladeren. Wat ik ook heb gepakt. Zijn deze bladeren. Ik denk ter afwisseling is dat misschien wel leuk. Dit is ook van Pronti. Dit is dat crayboard. Daar heb je eigenlijk ook echt van alles van. En dat crayboard, dat vond ik op zich ook wel heel erg leuk om erbij te gebruiken. De bladeren. En ik zit me net te bedenken. En dan ga ik heel even opstaan. En dat zou in theorie ook hier ergens moeten liggen. Dat wil zeggen, als ik het kan vinden, ja. Ik heb ook nog van die Stamperia chipboard. Heb ik ook nog. Is misschien ook wel leuk om deze te gebruiken. Een beetje speelse spulletjes, om het zo maar te zeggen. Dus nou, de bloemen laat ik even liggen. De kaart, die laten we daar even liggen. En dan ga ik even kijken met de bladeren wat leuk is om te doen. En ik heb ze volgens mij niet allemaal nodig. Ik was iets te enthousiast met het met al die grote weg. Even kijken hoor, wat handig is. Nou, laat ik er die doen en dan pak ik er zo meteen nog eentje van dat crayboard bij. Dat is misschien wel zo leuk om te doen. En dan ga ik gedeeltelijk, denk ik, gedeeltelijk de bladeren. En gedeeltelijk bedoel ik dan letterlijk een klein deel van de bladeren. Ik hoef ze niet helemaal te doen met zilver. Maar ik vind het wel leuk als er her en der accentjes zijn met zilver. Die ga ik
dan doen. Past wel mooi bij elkaar, al die kleurtjes. Ja, pincet. Is wel handig, Rihanna. Even mijn etui erbij. Een Russe etui. Dat is zo leuk, je hebt er altijd van alles in. Ah, ik vind hem in één keer. Dat is dan toch ook wel knap. Nou, dan passiepoeder erop. Ali, waar heb je het uitgestand? Waarop bedoel je? Op 200 grams aquarelpapier. Dat is eigenlijk gewoon dat Florence aquarelpapier. Dat niet al te dure. En ik vind die gladde, die gebruik ik eigenlijk altijd om dit soort dingen mee te stansen. Nou, gaan we deze eruit halen. En wat je misschien ziet doen, is een klein beetje afvegen, omdat het anders niet mooi vindt. Het moet echt een beetje een accentje zijn. Zo. En dat is meer dan genoeg. Het hoeft niet helemaal te glanzen. Zo. En de laatste. Zo. Deze nog een klein beetje eraf. Kijk aan. Nou, deze die gaat weer terug in het potje. En zo. Oh. Ik zit weer onder de glitters. Dat was wel te verwachten. Oh, ik heb die telefoon ook niet op niet storen gezet. Dat is niet handig. Jullie horen af en toe iets. Nou, maar gewoon even negeren. Even kijken. Ik ga hem even wegklikken, want hij komt ook als pop-up hier. Dat is niet de bedoeling. Nou, deze die ga ik heel eventjes verhitten. En dan kan ik mooi even met jullie meelezen. Met dat ECD softpapier, dat heb ik nog niet zo lang in huis. Ik kan het daar inderdaad ook wel eens mee proberen. Om te kijken of dat inderdaad echt zo anders is. Dat zal ik ook inderdaad eens gaan proberen. Ik heb het boven ergens liggen. Ik heb het opgeruimd, dus dan weet je het wel. Maar ik heb het, dus ik moet het ook wel ergens kunnen terugvinden. Even kijken. Ik ga even met jullie meelezen ondertussen, want dit maakt toch lawaai. Oma, ja. De kleintjes komen nog naar oma, zegt Kevin. Nou, dat is fijn. Oh. Onze kinderen gaan. Oma hoort bij onze kleine bubbel. Dus die. Ja, die zien onze kinderen, zien oma ook nog. Ping in je oor. Oh, sorry. Bijna klaar. Mensen voor hiermee. Embossing poeder, dat moet je nou eenmaal verhitten. Daar kan ik niks aan doen. Ik ben al klaar. Nou, wat ik nu even altijd doe, even tussendoor, is kijken naar de compositie. Waar ben ik? Waar sta ik? Wat is al leuk? Wat kan erbij? Wat moet eraf? Nou, dat. Heb ik te veel bloemen? Heb ik te weinig bloemen? Nou ja, het hele... Mijn gepiel, hè, noem ik dat altijd. Misschien wil ik er nog wel wat bij of niet. Of zeg ik van, nou, hoe heb ik dat ooit kunnen bedenken? Nou, dat. Dus dan ga ik alvast even kijken of de compositie leuk is. En dat is wat ik ga doen. Oh, de ping van de telefoon. Ja, och. Normaal gesproken zet ik hem op niet storen. En
dat ben ik simpelweg vergeten. Het is omdat ik dus bezig was met zoeken naar wat ik allemaal kwijt was net. Dit is al tot nu toe, waarvan ik deze eigenlijk een beetje te veel vind. Een beetje overdreven. Maar ik wil dan eigenlijk ook nog wel iets ertussen. Dat kan ook deze kunnen zijn. En die ping, dat was de chat van de dames van het Hobbyfishen team. Dat was wat jullie net hoorden. Als het dan zo fijntjes is, dan vind ik het altijd een beetje bang om het, ben ik altijd een beetje bang om het eruit te drukken. Maar op zich moet dat gewoon wel kunnen natuurlijk. Ja. Dat is van dat leuke chipboard van Stamperia. Dat vind ik echt sowieso een leuk merk. Die hebben ook leuke spulletjes. En ik zou die hier nog ergens tussenin kwijt kunnen. En dan moet ik hem natuurlijk wel zilver maken. Maar dat is zo gebeurd. Dan zit ik heel even te twijfelen. Of ik deze nog zal gebruiken. Want die kan ik natuurlijk ook wel gebruiken en dan helemaal zilver maken. Nou, weer voorzichtig uitdrukken. Ik merk dat ik hem te veel naar me toe trek, sorry. Kijk. Kijk aan, kijk aan. Ja, nou daar is hij. Dan zou ik nog kunnen zeggen dat ik hem deze hier doe. En dat ik nog één lange eraan toevoeg. Die maak ik zilver. Ik vind dat wel leuk. Ga ik doen. Zo. Nou, deze. Deze is nog wel heel even nodig. Want ik moet nog twee dingen zilver maken. De swirl. En het blaadje. En dit is nog iets wat er niet in hoort. Die haal ik er ook meteen even uit. Kijk. Nou, tada. Het is ook geen leuke tijd, hè Monique? Het is, en het wordt er voorlopig niet beter op. En het is inderdaad echt een kwestie van doorbijten, lijkt wel. En de een heeft daar minder last van. Ik merk aan de mensen om mij heen die nog gewoon naar hun werk kunnen. Die nog gewoon werken en hun ding doen. Ja, daar hakt het niet zoveel bij in als bij mensen die gewoon thuis moeten zitten. Daar is het gewoon net even wat zwaarder voor. Het is wat het is. Maar het is moeilijk. Ik zal de eerste zijn die dat toegeeft, aangezien ik een van die mensen ben die thuis zit. Nou. Gaan we weer met het zilver. Dan maken we dit ook nog even zilver. Ja, de avondklok, die zie ik er ook nog wel aankomen. Nou, ben ik niet zo heel vaak meer buiten na 8 uur 's avonds. Maar het is wel weer een extra restrictie. Waar niemand op zit te wachten, denk ik. En je vraagt je inmiddels wel een beetje af tot wanneer gaat dit duren, want het lijkt wel nooit op te houden. Maar ja, we moeten er doorheen. Ja Monique, ik snap dat het een zware periode is. Ik vind het ook niet makkelijk. Ik ben door corona mijn baan natuurlijk ook kwijt na 14 jaar, dat is ook niet makkelijk. Het is allemaal lastig. Maar ik hoop oprecht dat we over een jaar kunnen zeggen van nou, dat hebben we gehad. Want ik denk dat we het grootste deel van dit jaar er nog wel mee bezig zijn. Jeetje Miranda, dat is ook wat. Even kijken, Angela. Dit is de Versamark. Volgens mij is dat ook een merk.
Het is eigenlijk gewoon van Tsukineko. Dat is dan waarschijnlijk het merk. Maar dit is een van de embossing inkten. Je hebt er meer hoor. Het is niet de enige die er bestaat. Oh, dit kan trouwens wel even op deze manier. Nou, deze nog heel even. Gelukkig is dit embossingpoeder die heel snel smelt. Dus ik ben hier snel mee klaar. Nou ja, goed. Daarom doen we dus ook zoveel lives, hè, op het ogenblik. En bij mij was bijkomend voordeel dat ik nu ineens tijd heb om workshops te gaan geven. Dus ik geef op zaterdag 6 februari mijn allereerste workshop. Het kost maar €5, dus te overzien. Niet alleen wel met je eigen materialen meedoen, maar de meeste materialen zijn met dingen die mensen over het algemeen al in huis hebben. Daar is dan wel ineens tijd voor. Dat is dan weer een voordeel bij een nadeel. Nou, dat is zilver. Dat is zilver. Nou, kijk. Dan kan deze glimmat wel even weg, denk ik. Als ik hem nodig heb, dan pak ik hem wel weer. Ik zal deze ook even naast me leggen. Jullie daar niet de hele tijd tegen aan te kijken. En dan gaan we weer verder. Met kijken hoe het moet worden. Kijk. Ik vind hem zo al heel erg leuk. En ik ga nog even wat stempelen. En dan plakken. Een beetje poeder zit erop. Stempelen. Stempelen, dat doe je dan met een accentstempeltje of kleine stempeltjes. Ik heb deze van de Crunchline van Studio Light. En die heeft allemaal leuke van die bubbelplastic-achtige stempeltjes. En je ziet het, allerlei leuke accentstempeltjes. En ik vind het wel leuk om daar iets van te gebruiken. Dus ik pak heel even mijn inkt. En mijn chamois, wou ik zeggen, maar hij ligt al op de grond. Kijk, die gaan we eventjes hier leggen. En dan denk ik dat ik het wel leuk vind als ik een beetje met dat bubbeltjes plastic, om het zo maar te zeggen, wat accentjes ga aanbrengen. En dat doe ik zonder acrylblok of iets dergelijks. Want dat is eigenlijk helemaal niet nodig. In dit geval. Kijk. Er is niet heel erg veel voor nodig. Ik denk dat we er al zijn. Zo. En die kleine stempeltjes, die zijn, merk ik, want ik had er eigenlijk nooit een. Ik heb deze nog niet zo lang geleden gekregen of gekocht. En ik gebruik hem erg veel, moet ik zeggen. Het is toch wel erg handig om overal voor te gebruiken op projectjes. En dan ga ik plakken. De compositie plakken. Dat ga ik met de tacky glue doen. Ja, Gonnie, het is echt niet leuk. En vandaag hebben we weer een... Tenminste, vandaag is gepubliceerd dan, hè, wie er mogen blijven en wie niet. En dan komt het wel extra hard aan dat je niet jouw naam ziet op dat lijstje. Dus ik had het er net ook even moeilijk mee. Ik moest me echt even vermannen voor de live. Nee, dat gaat ook gewoon door. En dat vind ik ook erg leuk om te doen, dus dat doe ik ook gewoon. Maar het is wel even slikken. Ik zie heel veel sterkte. Ik heb even gemist waar het over gaat, maar uiteraard ook sterkte van mij. Want dat zijn nooit leuke dingen als er sterkte wordt gezegd. Nou, de bloemen.
En ik lijm alleen het midden. Omdat ik er dan nog van alles onder kan schuiven. Waarvan die balletjes raken los, maar dat kan ik later nog wel weer vastlijmen als moet. Ja. Even kijken wat leuk is. Wat had ik nou? Zo. Die ga ik zo meteen doen en deze plak ik er eventjes onder. Ik vind iets wat helemaal zilver is in dit geval wel een leuke toevoeging. Nou, ze blijven echt niet goed plakken. Ik heb het gewoon nog niet lang genoeg laten drogen, denk ik, maar dat doe ik dan straks wel. In het hartje zitten de Artsy Stones van Cadence. Die mixed media steentjes, om het zo maar te zeggen. Ik heb het alleen niet lang genoeg laten drogen, dus het vliegt een beetje alle kanten op. Maar dat corrigeren we zo meteen wel weer. Nou, ik vind uiteindelijk dat blauw ook wel echt heel leuk. Het past ook bij de dag, toch? De Blue Monday. Ik zei al, dat is eigenlijk vanaf 12 maart vorig jaar al Blue Monday. Maar goed. En nou. Dat zijn die. En dan wil ik deze nog erin hebben. En is een stukje een beetje losgeraakt. Ga ik heel even op een andere manier doen. Zo. Oh, nou is hij los, toch even niet. Die moet ik heel eventjes nog kijken waar ik die wil hebben. Nou, dat ga ik zo wel even doen. En die steentjes die komen ook wel goed. Ik heb gewoon iets te snel. Dat heb je dan als je een beetje onder tijdsdruk werkt, iets te snel gedaan. Nou, het enige wat ik nog kan doen nu. Even die steentjes bewaren voor zo meteen. Die kunnen daar, deze kunnen hier. Het enige wat ik nog extra kan doen is een matte, de kaart. En natuurlijk kan ik nog iets van gefeliciteerd of iets dergelijks toevoegen. Dat kan altijd. Deze is denk ik... Ja, het zou net gaan. Er zit een beetje een mooie kleur blauw erbij. Ik denk het wel. Ik heb ook nog deze. Dat is een beetje paars. En ik had ook nog deze, maar die is een beetje te kobaltblauw. Ik vind dit wel een mooi rustig kleurtje blauw. Er zijn van die... Ik heb zo'n pakket van Florence papier, kartstok gekocht. Met heel veel kleurtjes erin ooit. En dat is af en toe met dit soort dingen wel handig. En volgens mij had ik hem ook weer gemaakt. Ik had hem afwijkende maat gemaakt, dat weet ik wel. 19 bij 12 volgens mij. Ja, 19 bij 12. Dus dan moet ik dit 13. 13. Bij 20 maken. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik deze ook heel fijn vind, Petra. Het is een goede lijm die snel droogt en stevig plakt. En eigenlijk op alle oppervlakten handig is. Ik ben er wel blij mee.
Het is de derde fles ervan die ik heb, dus dat zegt wel genoeg. En hier heb ik de Dutch Doobadoo Lime in. Die vind ik ook fijn. We rollen hier af en toe nog balletjes weg. Die zal ik zo meteen even vastplakken. Kijk. Waar is mijn tape? Tape. Ik denk dat ik dat zo even moet doen, want er is nog te veel niet droog. Maar ik denk dat ik ga zo meteen met de tape ga ik hem hierop vastplakken. En dan komt hij er zo uit te zien. En dan denk ik dat ik nog iets van gefeliciteerd of iets dergelijks toevoeg. En dan deze nog even vastplak, want die zit er nou los in. En dan zijn mijn handen blauw. Maar dit zou hem dan moeten worden. Met zilver, blauw en wit. Hoe laat is het eigenlijk? Och, ik ben echt keurig op tijd. Dat matte, hoe ik dat doe. Ik doe eigenlijk de maten die ik eigenlijk in dit geval zelf verzonnen heb. Want je kan wel zien dat ik de breedte nodig had. Ik heb in dit geval 12 bij 19 gekozen voor de kaarten. Wat ik dan doe, is het mat gedeelte 1 centimeter groter maken. Dus dit is 13 bij 20. Dus dan heb je 19 bij 12 en 13 bij 20. En dan blijft hij eigenlijk, ja, die ziet hij eigenlijk precies goed. En vervolgens is het een beetje op het oog kijken van waar zit hij prima. En dan plak ik hem vast. Maar dit is ja, de Blue Monday kaart, zullen we hem zo noemen? Nou, hey, ik ben gewoon hartstikke mooi in een uurtje klaar. Helemaal goed. Heel hartelijk bedankt voor het kijken. En dan ben ik er sowieso volgende week weer. En dan hoop ik jullie ook weer te zien. Doei doeg!